De kou van de afgelopen dagen zorgt niet alleen voor overlast in het verkeer. De brandweer moet regelmatig uitrukken voor wateroverlast door geknapte waterleidingen, zoals zondagavond in Kampen. Een waterleiding in een appartement aan de Oude Straat is geknapt. Het water sijpelt naar beneden bij de achteruitgang van het pand. Bewoners van het Achterom, zoals de steeg heet, vertrouwen het niet en bellen de brandweer. Nou, er kwam iemand aan de deur en die zei van die pijp, er komt allemaal water uit. En vandaar dat ik even verder ben gaan zoeken en de eigenaar gebeld heb. En ook de eigenaar van de bruidswinkel, want die zit daaronder. De eigenaren van die bruidswinkel komen hals over kop naar hun zaak toe. Hun eerste zorg is de kostbare collectie bruidsjurken. Het water druppelt al door het plafond naar beneden. Om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat, moet de stroom van de lampen gehaald worden. De eigenaresse van de winkel is geschrokken. Ja, inderdaad. Ja, wat wij hebben gezien is dat het plafond dekt. Maar de schade moet nog vastgesteld worden hoeveel dat is. Ik hoop niet zoveel. Je moet gewoon maar afwachten wat je staat te wachten. Hè? Uiteindelijk tikt de brandweer een ruitje in bij het appartement boven de bruidswinkel. Zo kunnen ze het pand betreden en de geknapte waterleiding afdoppen. Hoe groot de schade precies is, is niet duidelijk. Volgens de politie wordt het een kwestie voor de verzekering.